Real men don't rape. Het is een van de vele slogans waarmee betogers actie voerden op de trappen van het Justitiepaleis. Ze betoogden naar aanleiding van het proces rond de verkrachtingszaak van de toen 24-jarige Céline Kamps. Het is typerend voor het Belgische gerecht dat een verkrachtingszaak zo lang aansleept. Een wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat op de 100 dossiers er maar 4 effectief veroordeeld worden en er maar 1 celstraf krijgt. Dus daar is echt heel veel werk aan de winkel. De betogers steunen de vaak nog zeer jonge slachtoffers en willen met hun actie de bevolking wakker schudden. Volgens hun moet dringend iets gebeuren aan de ingesteldheid hoe er naar verkrachtingszaken gekeken wordt. We zitten hier gewoon in de westerse wereld en ons cultureel erfgoed zou voldoende moeten zijn dat wij mannen, zonen, dat iedereen opgevoed wordt om vrouwen niet aan te randen. En dat moet eigenlijk gewoon daar ingeprent zijn. Maar ook justitie gaat in de fout. Verkrachtingszaken zijn geen prioriteit. En veel veroordeelden geraken er vaak gemakkelijk van af. Bijna 44% wordt sowieso geseponeerd van de gevallen. En als we dan kijken naar de redenen van seponering, daar stellen we ons zware vragen bij. Bijvoorbeeld, een van de redenen van seponering is jeugdige leeftijd. Of een van de redenen is problemen van relationele aard. Dat zijn dingen die voor ons onaanvaardbaar zijn. Deze zitting is opnieuw uitgesteld. De advocaat van de dader, die nochtans meerdere jonge slachtoffers gemaakt heeft, kreeg van de rechter enkele maanden uitstel om de zaak beter te bestuderen. Maar het protest zal hiermee niet stoppen. We zijn hier niet enkel voor Céline, we zijn hier voor alle vrouwen. We zijn hier voor moeders, voor zussen, voor dochters, voor nichten. We zijn hier ook voor neven en broers en voor vaders. En gewoon om ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige omgeving zijn gang kan gaan.